Sinds ik hier woon en in alle rust lekker kan schrijven, geniet ik van de natuur, van de zon, de zee, de palmen, maar ook van de mensen die hier wonen. En nu ben ik uitgenodigd door Nostalgienet om terug te kijken op uitzendingen die we in de afgelopen 25 jaar hebben gemaakt op de Antillen. En daar geniet ik enorm van. En ik hoop dat jullie met evenveel genoegen zult meekijken naar al die prachtige fragmenten in het nieuwe programma Velderhof over zee. Onze gids Norca Aurora neemt me mee naar de kruidentuin van Dina Verus, een gemeenschappelijke vriendin, een oude wijze vrouw die veel contact maakt, intens contact maakt met de natuur, met al haar verborgen krachten. De natuur zit vol medicijnen. Er is altijd wel een plant of een wortel die ergens goed voor is. Zonnebloempitten, brandnetelthee, eikenbladeren, winterpenensoep, noem maar op. Wij kennen natuurlijk onze eigen kruidenvrouw Klazien uit Zalk, maar Curaçao heeft haar eigen Klazien. En dat is Dina Verus. Het is meer dan 25 jaar geleden dat ik hier voor het eerst kwam, samen met Klazien en later met de stoel. Heb je het gevoel dat er veel is veranderd in die 25 jaar op het gebied van kennis van kruiden, op het gebied dat mensen zich meer bewust zijn, dat ze in de natuur moeten zoeken om hun medicijnen te vinden? Binnen de 25 jaar is er heel veel veranderd. In het begin, toen ik begon hiermee, mensen verklaren een beetje voor gek, hè? Wat gaat ze doen? Werk laten voor om in het zand te werken, op grond te werken. En nu merk je dat mensen veel bewuster worden. Mensen komen kruiden halen, mensen proberen zelf in hun tuin te planten, mensen lopen. Ik denk dat er een grote bewustwording komt. Natuurlijk moet er nog veel meer, maar ik ben heel blij met wat ik nu zie. Ja. Mensen moesten erachter komen dat de meeste medicijnen natuurlijk in de natuur te vinden zijn. En dat de farmacie de natuur heeft gebruikt, of misbruikt, hoe je het maar wil noemen, om hele dure medicijnen te gaan maken. Ja, dat is zo. En nu kunnen we ze zelf eigenlijk uit de tuin halen. En heel veel wat mensen vroeger in de tuin hebben gehad, die staan nu op internet. Er worden onderzoekingen over gedaan, hè, en mensen zien dat en begrijpen dus waarom die kruiden helpen. Jij hebt ook altijd heel veel gewerkt met kruiden, hè, Norca? Niet alleen in Venezuela, maar ook op Bonaire. En jouw dochter is er erg bij betrokken. Jawel. Kijk, ik denk, geboren met zulke kwaliteiten, laten we zo zeggen. We hebben altijd een aantrekkingskracht voor iets. En als je buiten woont en dan heb je al die kruiden, heb je ook van je ouders, heb je ook die erfenis, laten we zo zeggen, om een beetje te leren van waarvoor die kruiden goed zijn. Je woont in Suriname, mensen hebben ook daar heel veel kennis van kruiden, gebruiken ook heel veel kruiden. Dus dan die breng je allemaal mee. En je maakt ook thee ervan. En dan maak je thee's. En dan kijk, daar heb je de nonnie ook. Iedereen heeft de nonnie nu. Vroeger verkocht ik nonnie juice en flessen. Wat is nonnie? Die vrucht daar, die lijkt op een zuurzak zonder naaldjes. Die heb je precies achter jou. En die wordt heel veel gebruikt voor kankerverwerkende middel. Ja. Vooral als je, chemio hebt gehad, zeggen ze. Ja, het is heel goed om je cellen opnieuw te herstellen. En te reinigen. Dus, ja, en nu vind je ze overal in alle tuinen. Meestal in Bonaire heb je heel veel huizen met nonnieplantjes. Gaan die mensen dan de bomen planten omdat ze weten dat die vruchten zo heilzaam zijn? Of is dat toevallig of omdat ze die boom mooi vinden? Ze gaan ze planten omdat ze weten dat het helpt. Ah. Ja, want er komt een advertentie erbij, mensen leren waarvoor het is. En dan willen ze die plant hebben. Hè. Net zoals bijvoorbeeld de Moringa oleifera.
heeft hier duizenden jaren gestaan. 1834 beschrijft Teenstra al de moringa hier op Curaçao. Hoe de mensen die als slaven werkten de wortels gebruikten om kracht te krijgen. En nu, laat 2000, worden er onderzoekingen gedaan. En er blijkt dat in die boom vitamines, mineralen, antioxidanten zitten. Nou, iedereen wil die boom hebben. Hier hebben mensen in de boom geklommen om eigenlijk wat van die zaden te krijgen. Vooral omdat ze weten dat het potentie verwekkend is. Ja. Hè? En dus mensen die willen dat allemaal in de tuin hebben. Dus het is een soort Viagra-boom? Natuurlijke Viagra. We kunnen hem ook lemoengras met korianderzaadjes. Oké, dat is ook, hè? Water geven is goed voor de man. Oké. Ja. Ja, om jong te blijven. Ja. Voor alles. En als een plant ziek was, dan deed ze hem in een hangmat. Ja. Kom. En dan wiegden ze de plant. Om beter te worden. En zongen ze voor de plant. Ja. Mitakuminda butera, mitakuminda butera wazeo. Mitakuminda bu amigo, mitakuminda bu amigo wazeo. Oh, tera mitakuminda butera, mitakuminda butera wazeo. Amigo, mitakumindabu, amigo, mitakumindabu, amigo, wazeo. Ik groet je aarde, ik groet je mijn vriend, plant. Wazee zorg voor de plant. Wazee de god van de natuur, om voor die plant te zorgen. Ja, heel veel tuinen hadden hangmatten in de tuin. Heb je het gevoel dat een plant zou kunnen ervaren dat je tegen haar of hem praat of dat je aardig bent? Zeker. Er zijn ook onderzoekingen nu bezig dat ze de energie van de plant gaan voelen en kunnen meten dat een plant eigenlijk reageert. Ze zetten meters om te kijken wanneer de plant gaat reageren. Vooral als je een plant stuk maakt, dan gaat zo'n meter meteen naar die kant. En een plant heeft ook een geheugen. De persoon die plant breekt, komt terug. En de plant reageert weer op zo'n galgo of zo'n meter. Ja. Dus er worden steeds meer onderzoekingen gedaan om te laten zien dat planten energieën zijn met gevoel. Die wij bijvoorbeeld niet kunnen bespreken of kunnen begrijpen. Maar wat steeds, is er wel? Wat is er wel? En steeds hoe meer je bij die aarde, bij de plant verbonden bent, hoe meer je dat contact krijgt met de natuur. Ja. Soms ga ik naar een boom en dan zeg ik, wat moet ik gebruiken? Help mij. En dan komt het. Het is als een stukje intuïtie. Die kracht wat je bij die boom voelt. En waar je dus antwoorden krijgt op vragen die je hebt. Bij de aankondiging noemde ik haar naam al, Klazien uit Zalk. En natuurlijk hebben we haar gefilmd, ook op de Antillen. Maar de meest legendarische uitzending is toch wel haar bezoek aan prins de Lignac, die met zijn megajacht aan het cruisen was langs de Côte d'Azur. Wandelen we langs de bemanning. Inspection of the Honor Guard. U bent prins de Lignac. Klazien uit Zalk kunnen we de koningin van het platteland noemen. Dat is in het Frans Reine. La Reine
Pas du pays plat, hè? Non. De la campagne. De la campagne. En Rick, doe gewoon. Ik krijg een standje. Zo, Trazien, hier wisselen we van schoenen, want op witte tapijten, die zijn nu al 9 jaar wit gebleven, omdat we pantoffels hebben die nooit buiten het schip zijn geweest. Dan doen we dat toch zo? Zo, dan zal ik je voorgaan. Graag. Want ik ken het schip zo'n beetje. Ik woon er al 9 jaar. Dat is niet te zien aan de mooie spullen. Ja, nou, het is net nog nieuw. Steeds hetzelfde. Dit is de salon. En dan komen we hier in de gang en de bar aan het eind. Maar de bar die heb je pas later nodig. Dan zal ik je nu je kamer laten zien. Ik zal weer voorgaan. Graag. U weet de weg en nou ja. Ja. Voor mij is het een beetje gevaarlijk met die slippers. Ja, maar ik vang je wel op. Dat zou fantastisch zijn door een prins opgevangen te worden. Oh, schitterend. Prachtig. En wat een spiegels. Tjongejonge. En die gouden tandenborstel, die mag je meenemen aan het eind als souvenir van het verblijf. Schitterend. Ze zouden het niet geloven. Nou, dan kan je laten zien met die tandenborstel dat het waar is. Klazien, je weet heel veel van kruiden, van bomen, bloemen en planten. Je bent voor langzamerhand een bekendheid geworden in Nederland. Geniet je een beetje van die bekendheid? Ja, maar ik vind het veel belangrijker dat de kruiden bekend worden, de dingen van de natuur. Want het gaat er niet om dat ik bekend ben, maar het gaat om die dingen van de natuur die we naar voren hopen te brengen. En daarvoor doen we het ook bij DNCRV. Maar dan moet je niet boos op me worden. Nee, maar zo praten meer mensen, net of het zo belangrijk is. Of ik het belangrijk zou vinden dat ik belangrijk ben. En daar gaat het helemaal niet over. Het gaat over die kruiden. En vaak denken ze dat een berk alleen maar een berk is die je leuk in de tuin hebt. En een aardappel is een ding om op te eten. En je kan er voor de gezondheid zoveel mee doen. En je kan er voor in de huishouding zoveel mee doen. En dat is toch mooi als de mensen het weten. Wat kun je met een aardappel doen dan? Behalve opeten? Bijvoorbeeld de vlek van de deur afhalen. En dat kan je met ui ook doen. Dat is niet alles van één bepaald ding. Met aardappels en uien, dat zijn gewone goedkope dingen uit de keuken, rekent men. Maar als je ergens een vlek op hebt, of met een aardappel ook, zoals hier waar het zo lekker warm is en je verbrandt dat je lang in de zon zit, plak rauwe aardappel over en het is over. Kooknat van aardappels en van witte bonen, daar kan je mee wassen bijvoorbeeld. Ik heb gisteren nog tegen een van de boys hier gezegd, de tafellaken, er was een vlek op gekomen. Zeg, als je nou een schijf citroen erbij in de wasmachine doet, little slice of lemon. En die begrepen best, en dan krijgt hij de vlekken er mooi uit. Het is zo eenvoudig als wat vaak. Het gaat allemaal over eenvoudige dingen. And yet, we're not too young to know. This love will last while... Wie kan dan ooit denken dat je zoiets mee zal maken? Opgegroeid in de kleine Zalk en dan bij een prins aan boord, waar je gewoon helemaal eigen mee bent, die je gewoon Leo noemt, nou, dat is onvoorstelbaar. Die dit zelf niet gezien hebben, die kunnen het nooit geloven. Dan denken ze dat het opscherp is, dat het maar zo'n rare praat is. Maar gisteravond ook, zoals wij gedineerd hebben, gouden borden, gouden bestek en dan van dat hele mooie porselein daar weer op. En zo het een en het ander, het was allemaal even mooi, nou, daar droom je haast van. En die suite waar ik geslapen heb, er waren toch een boel spiegels, ik heb eens even geteld voor de lol. 12 keer zag ik mezelf in de spiegel, terwijl ik op 1 plekje stond. Tone Muller is de bekwame en goedlachse directeur van het beroemde Avila Hotel op Curaçao, hier achter mij. En naast haar drukke werkzaamheden maakt ze elke dag tijd vrij om te gaan zwemmen. En dat doet ze het liefst in gezelschap van een paar bevriende dolfijnen. We hebben 1 dolfijn in het water. En deze moet leren om naar buiten te zwemmen. Hij is vandaag een beetje koppig, want hij ziet zijn vriendjes door het hek. Dus hij speelt liever daar bij het hek met zijn vriendjes. Dus hij wil eigenlijk weer naar binnen. In plaats van dat hij naar buiten kan en weg kan de open zee in. En dat vind ik jou het machtig mooie van dit dolfinarium hier op Curaçao. Is dat de dolfijnen het echt naar hun zin hebben en heel graag binnen zijn. Heerlijk, hè? Dit is een heerlijke plek om te wonen, om te leven.
ook om te logeren, en dat zeg ik uit eigen ervaring. Maar heb je altijd op Curaçao gewoond? Ik ben hier bijna geboren en getogen. Ik ben op Aruba geboren en na een jaar ben ik naar Curaçao gekomen met mijn ouders. Ja. Niet alleen, op mijn eerste. Maar ben je wel altijd hier gebleven of heb je ook uitstapjes gemaakt naar andere steden? Of... Ik ben op mijn 18e ben ik gaan studeren. Dat doen de meeste mensen. Ik heb een jaar in Parijs gewoond, vier jaar in Massachusetts. En daarna 6 jaar in New York City. En op mijn 28e kwam ik erachter dat ik een eilandskind was. En ik hou van dit leven. Naast je drukke werkzaamheden als hotelmanager en mede-eigenaar van het Avila Hotel... vind je ook nog wel de tijd om iets heel leuks te doen. Dan ga je zwemmen. En bij voorkeur niet alleen. Daarvoor kies je bijzonder leuk gezelschap uit. De dolfijnen. Heb je ook het gevoel dat je echt contact met ze kunt maken, met die dolfijnen? Dolfijnen zijn, die hebben de intelligentie van een 4-jarig kind. En ik kan me zeer goed voorstellen dat zij het erg fijn vinden om met ons te spelen in plaats van met de gemiddelde vis. Want ik weet niet of jij ooit een leuk gesprek met de vis hebt gehad, maar er komt niet veel uit. Dus kijkt ze ook aan, hè? Ze kijken je, dat heb je zelf ook gezien, geloof ik, vandaag. Ja. Dat je aankomt lopen en dat ze komen naar je toe. Ze kijken je aan en zoals de honden zijn het beesten die echt contact met je zoeken en je aankijken. In dit hotel, het Avila Hotel op Curaçao, hebben in de loop der jaren veel beroemde gasten gelogeerd. Filmsterren, muzici, onze koninklijke familie en ook oud-secretaris-generaal van de NATO en oud-minister van Buitenlandse Zaken, Jozef Luns. Hij was de gast bij ons in de stoel. En het was een hele uitdaging om hem, behalve in het programma, ook fysiek in de stoel te krijgen. Op een gegeven moment lukte dat op een besneeuwde berghelling. Hij wilde de afdaling inzetten, maar hij was een beetje lastig ter been. Toen bood ik hem de stoel aan. Hij stapte in en dat leverde prachtige beelden op. En niet alleen mooie beelden, ook heel grappig commentaar. Ik neem u graag mee naar Zwitserland. Was dat lekker of niet? Heerlijk. Dit is nou wintersport. Ja. Want u heeft een hekel aan skiën. Ja. Waarom? Ja, omdat ik vind het zo vervelend die latten te moeten dragen. Is dat de enige reden? Ja. En verder ken ik niet skiën. Dat is ook een reden. Ik heb een oplossing gevonden. Ja. Een stoel op skis. Oh ja. Ja, dat zie ik. Zullen we nu vanaf 4000 meter naar beneden gaan? Wat zullen we zeggen van 3800? Goed te doen. We vervoeren u nu hier in St. Moritz per skistoel. Maar u was beter gewend, want u had een prachtige groene Rolls-Royce... toen u nog secretaris-generaal van de NATO was. Inderdaad, die heb ik geërfd van mijn voorganger. Dat was Italiaan Brogio. U mocht hem niet houden? Nee, het was een gepantserde Rolls-Royce. 2,5 centimeter panzer. Een mitrailleurkogel kon er niet doorheen. En het glas was ook zo'n 5 centimeter dik. Het heeft me altijd... heeft het me gespeten dat er geen aanslag werd gedaan, zodat ik zo kon doen. Dat was een mooie auto. U zit nu in een stoel, dat is een beetje vreemd, toch per stoel met skis eronder over de gletsjer heen te glijden. Inderdaad. Maar, ja, een beetje vreemd. Maar u heeft wel meer vreemde dingen gedaan, toch? Ja, maar dat heeft niets te maken met deze stoel. Niet met die stoel, maar u bent ook een keer als Arabier ergens verschenen. Ja, toen heb ik in de Efteling... een Marokkaanse stad ingewijd met een speechje.
Maar waarom doet u dat? Is dat niet een beetje vreemd als een zo'n hoge politicus? Nou, ik kreeg een heel aardig bedrag. Aardig bedrag? Hoe hoog? Moet u dat absoluut weten? Absoluut niet, ongeveer. Ja, nou tussen de 5.000 en de 15.000. 10.000 gulden. Laat ik er nu beter oordeel over. Ja. Maar dan zegt u eigenlijk dat de prijs bepaalt hoe u zich Nee, uitdost. Niet helemaal natuurlijk. Ik zou bijvoorbeeld nooit zelfs een hele duur bordeel openen. Wel sluiten? Misschien sluiten, ja. Daar zou ik geen geld voor krijgen. Dat was een hele bijzondere uitzending met Jozef Luns, oud-secretaris-generaal van de NATO en oud-minister van Buitenlandse Zaken. En de andere gast, die zat ook in de stoel, was Annemarie Grebel van de PvdA. Het waren twee mensen die absoluut tegenstrijdig waren. En die andere achtergrond, andere visie, andere politieke opvatting, alles was fout. En wij gingen kijken in hoeverre je die karakters een beetje naar elkaar toe kon krijgen. En of er ook overeenkomsten waren. En in het begin was het heel lastig. En werd er ook gesproken via mij. Dan zei meneer Luns met die typische stem van... Zou u mevrouw Grebel willen vragen of ze de appelmoes even wil doorgeven? Nou... En dan gaf ik de appelmoes door en dan zei ik dankjewel, dankjewel. Zo. Maar op een gegeven moment begonnen ze toch elkaar een beetje te respecteren in ieder geval. Maar ook waardering te krijgen voor elkaars mening. Ze waren het helemaal niet met elkaar eens. Maar dat was heel bijzonder, want het was eigenlijk het begin van Villa Velderhof. Twee gasten uit een verschillende discipline, verschillende achtergronden. Om die bij elkaar te brengen in één huis. En dan te kijken wat er gebeurt. Overal ongeveer ter wereld is oorlog. Nou, ik weet niet of het zo prettig is voor kinderen om een toekomst te hebben. Overal ter wereld oorlog. Nou, bijna nee, ook niet. In Europa is er vrede, in Noord-Amerika is er vrede. Eventjes. Ja, eventjes. De hele tijd sinds de laatste oorlog. We hebben nog nooit zo lang vrede gehad. Maar er is op veel plekken. Het is nog steeds zo dat de meeste mensen in de wereld hebben honger. En gaan of aan hongerdood of aan oorlog. En Europa is maar een ja, de meeste mensen. En Europa is maar zo'n klein gebiedje waar dan nou sinds 1945 enigszins vrede is. Maar het is natuurlijk in feite is het. Europa is een heel klein stukje van de wereld. En ik weet ook niet of het belangrijk is, maar een heel klein stukje. Vindt u het gepermitteerd dat vrouwen hun charme gebruiken om bepaalde doelen te bereiken? Ja? De mannen toch ook? Nee, ik heb het even over vrouwen. Ja, maar dat doen mannen nee, toch ja, maar ook? Ik heb het even over vrouwen. Ik heb weinig succes gehad met mijn charme. Maar het is mensen een beetje onzinnig om te zeggen van gebruiken vrouwen hun charme en vrouwelijke spionnen. Dat blijkt toch, dat blijkt toch waar te zijn? Dat is toch zo? Ja, dat is toch ook zo? Toch ook, ja, maar jij zit nu ook met je ogen te knipperen. Jij minder charme. Ja, ik zit met mijn ogen te knipperen. Ja, dat is charme. We hebben minder charme. Hebben wij minder charme? Nee, mannen hebben niet minder charme. Nee, vrouwen hebben net zo gebruiken. Bovendien zijn ze het veel meer gewend. Maar om nou te gaan zeggen van vrouwen gebruiken hun charme, zo, dat vind ik echt onzinnig. Nou, u gebruikt uw charme toch ook wel eens? Nou, op dit moment zou ik er niet over denken. Nee? Nee, daar zijn we het over eens. Ja? Ja, daar zijn we het over eens. Dat mevrouw ze niet gebruikt. Mevrouw gebruikt haar charme niet. Nee? Nee. Nee. Ik zou het ook niet. Curaçao is het land van de kleuren. Bijna elk huisje heeft een andere kleur. En dan die blauwe lucht, de witte wolken, de groene palmboom. Dat heeft ongetwijfeld invloed gehad op het werk van kunstenares Marianne Narebout. Ze groeide op, hier op Curaçao, zwierf daarna over de hele wereld, maar komt altijd weer terug naar haar eiland in de Caribische Zee. Als je hier terugkomt op het eiland, voel je je dan meteen thuis? Elke keer weer, ja. Als ik op het eiland kom, dan ben ik gelijk thuis. Maar niet alleen op dit eiland. Overal waar ik kom. Ik neem natuurlijk mezelf mee. Ja, 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 maar je voelt wel de warmte, de zon. Een heel vertrouwd gevoel. En dat is opvallend met andere plaatsen en landen. Dat Curaçao toch dat een soort geheime minnaar. Geheime minnaar zelf. Ik kan dat niet uitleggen, want het is iets wat binnen in mij dat gevoel geeft. Een aantal jaren geleden, ik denk dat het een jaar of 10 geleden is of langer, heb ik je geïnterviewd hier op Curaçao bij Kleine of Grote Knip. Oh, dat is al lang. Ja, en dan liepen we samen langs het strand. Ik zie dat beeld nog voor me, dat weekt langzaam los nu. Prachtig shot was dat, ook qua kleur, blauw, hè, liepen we samen boven het strand. En toen zat je in de stoel boven op een rots en vertelde je over je leven op Curaçao. Zullen we dat nog even gaan bekijken? Ja, leuk. Ja.
Mijn leven is een explosie van kleur. Niet alleen op het doek, maar ook in je leven zelf. Ja, ja, in mijn omgeving. Iets wat uitgezocht wordt. Of het nu een auto is of een melkbekertje. Of dat moet allemaal kloppen. Dat moet allemaal in dat skelet van kleuren zitten. Heb je een andere kijk gekregen op kleuren? Doordat je zoveel op reis bent. Hè? Je reist door Zuid-Amerika, Afrika, Amerika. Ik denk dat het heel vaak is dat de kleurcombinaties, hoe je kleuren tegen elkaar zet. Je kunt felle kleuren gebruiken en die tegen elkaar zetten. En dan wordt het bijna te hard. Het komt te veel op je af. En je kunt ook diezelfde kleur een andere combinatie gebruiken. En dan komt het wel bij je binnen. Maar het is ook weer persoonlijk. Want wat ik dan weer mooi vind, dat is voor een ander weer te fel. Het is zo persoonlijk. En je zegt, het moet bij je binnenkomen. Ja, gelijk recht je hart in. Het is een verliefdheid. Patch, boom. Mooi. 20 schilderijen zien. Bam, dat vind ik mooi. Het kunnen allemaal verschillende kunstenaars zijn. En er is dan iets, één iets. En waarom weet je niet. Maar dat is hem. Net als met een man, dat is hem. Ja, echt. Je bent heel erg hetzelfde gebleven, ook na die 15 jaar. Je bent nog bekender geworden, ook in Amerika, ook in het buitenland. En je gaat heel laconiek om met die bekendheid en met die roem. Dat is mooi. Ja, ik vind het heel leuk natuurlijk. Want wat is er fijner voor een beeldende kunstenaar om je werk wereldwijd tentoongesteld te zien. Dat is geweldig. Wat zou je naast je kunstwerken willen nalaten aan deze wereld? Heb je een visie of een boodschap? Dat je denkt, nou, ik hoop dat. Ik hoop dat, een moeilijke vraag. Ja. Er zijn veel dingen natuurlijk, maar ik hoop dat we allemaal veel meer van elkaar gaan houden. Hm. En niet zoals ik, mijn minnaar is Curaçao, mijn geheime minnaar, maar meer het houden van dat we het respect op gaan brengen. Dat we niet alleen in kunst mooie schoonheid zien of in de muziek of in de dans, maar dat we ook de schoonheid in elkaar terugvinden. Mm. Dat zou mooi zijn. Nou, het is natuurlijk weer utopie, gaat iedereen zeggen, maar mijn hart zegt dat het mogelijk is dat wij in vrede leven. Hoop en daar blijf ik in geloven. En als we dat achter kunnen laten, de gedachte in ieder geval, moet lukken. Moet lukken. Op een dag. Op een dag. Dit is toch een circle of life? Dit is toch alles wat we nodig hebben? De aarde geeft ons alles. We hebben de water, de zeeën en de lucht. Eigenlijk is dit meer dan voldoende als therapie. Denk ik wel. Voeten in het zand. Schilderen in het zand om je voeten. Zo zou het kunnen zijn. Ja, hier kun je wel oud worden. Hier? Deze. Hier overleef je de wereld.